In Neerbeek was in Café de Keulsteeg de nationale vogeltentoonstelling, waar mensen uit heel Limburg en zelfs daarbuiten vogels tentoonstelden. Er waren meer dan 400 vogels in verschillende categorieën, zoals gele en kleurkanaries en alle kleursverkeringen, maar ook wildzang- en cultuurvogels, bloedvinken en goudvinken en boekvinken en diverse exoten werden er tentoongesteld. Dat betekent dat vier vogels in één stam zitten, dat je vier vogels onder elkaar zitten. In dit geval zijn het heel intensieve. En dat betekent dat die individueel gekeurd werden, maar dan moeten ze ook een eenheid hebben. Dus die werden eigenlijk gekeurd als stam. Dat is een A-stam. We hebben ook B-stallen. B-stallen betekent eigenlijk dat er twee vogels zijn. Wat voor hier dus vier vogels zijn, werden die twee vogels in elkaar vergeleken. Dat apart gekeurd en dan werden ze dan in elkaar vergeleken, dan kreeg je wel eens eenheidspunten voor. En dan heb je nog de enkelingen. Dat betekent enkelingen, dat zijn dus allemaal vogels die apart gekeurd werden en apart inderdaad ook tentoongesteld werden. En dat zijn de drie categorieën.